Nou, gebruik maken van Instagram bij de collar is ontzettend belangrijk. Ik zeg altijd maar dat Instagram is een beetje de etalage van je bedrijf. Dus je kan heel goed het gevoel, de merkwaardes en waar je voor staat. En bij ons is dat haarkleuren natuurlijk fantastisch tonen aan de klant. Dus in één overzicht ziet ze precies wie je bent en wat je doet. Instagram is voor Kinky Kappers belangrijk omdat we het zien als een etalage. Een etalage om onze brand te etaleren. Een etalage om onze medewerkers en licentienemers te etaleren. En een etalage om mensen te inspireren. Nou, wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat naast de high quality dat we eigenlijk neerzetten in onze groups, ook een lifestyle naar voren laten komen. En dat doen we eigenlijk door middel van niet alleen foto's te posten van haar en eindresultaten daarvan, maar juist ook van onze medewerkers, de brands waarmee we samenwerken. Dat om eigenlijk meer een lifestyle gevoel te creëren waar klanten bij willen horen en potentiële nieuwe klanten ook graag onderdeel van willen zijn. Als je het dan hebt over lifestyle, vind ik dit wel een mooie weerspiegeling van hoe wij dat op onze social media inrichten. Je ziet daar een aantal beelden die, van producten waar we mee werken, maar ook bijvoorbeeld hoe onze salon eruit ziet. Je ziet ook een aantal beelden, bijvoorbeeld ons terras, hoe we buiten lekker met het mooie weer zitten. En op deze manier zie je gewoon een hele mooie mix van beelden, dat hoe wij ons salon graag willen presenteren. We hebben op dit moment 12.000 plus volgers, niet gekocht, belangrijk om te weten, maar echt gekregen. Doordat we heel erg duidelijk zijn en consequent zijn in onze postings. We hebben een duidelijke identiteit. We hebben een duidelijke interactie en we hebben een enorme grote fanbase binnen Kinky. Nou ja, wat wij willen laten zien op Instagram is eigenlijk voor ons heel logisch, hè? Wij staan voor haarkleuren. Dus dat is natuurlijk een ideaal beeld om te tonen op je Instagram. Zoveel mogelijk technieken, zoveel mogelijk kleuren. Eigenlijk om te laten zien wat een klant allemaal kan verwachten van jouw bedrijf. Nou, wat je ziet is enorme diversiteit, maar wel herkenbaarheid. En wat betekent dat? Je krijgt op een gegeven moment van brede collages tot en met drie op een rij die goed met elkaar overeenkomen. En dat zie je hier ook in de kleurbereik. Je ziet overigens ook de interviews die we hebben met medewerkers die vertellen hoe ze bij Kinky zijn gekomen en waar ze hun dromen hebben. Bij het plaatsen van je post op Instagram komt natuurlijk ontzettend veel bij kijken. En zo ook bij ons, hè. Wij plaatsen nooit zomaar iets. We zorgen er juist voor dat dat altijd in de context van de collar is. Dus we houden rekening met goed licht. Er gaat een bepaalde filter overheen, zodat je consistentie in je feed hebt. En we moeten er natuurlijk altijd voor zorgen dat de tekst ook heel goed past bij wie wij zijn. Een goed voorbeeld van beeld wat het goed doet op social is vooral beeld achter de schermen. Onze huidige klanten vinden het ook leuk om hun stylist aan het werk te zien. En nog veel leuker als ze ook nog eens samen met hen gefotografeerd worden natuurlijk. En dat zorgt voor veel traffic. En anticiperen op de dagen die in het jaar voorkomen, zoals Valentine's Day. Wat belangrijk is bij Instagram, is de interactie zoeken met je volgers. Dat doe je door veel stories te plaatsen, want stories zorgen voor de juiste interacties. Hier wordt de vraag gesteld, na mijn opleiding kan ik dan aangenomen worden bij Kinky zonder een Kinky academieopleiding. Nou, dat kan natuurlijk. Vragen over onze cadeaukaart. Waar kan ik die halen en hoe werkt dat? We hebben voorbeelden van klanten, dus klanten die foto's posten van de haarkleur die ze bij ons hebben gekregen. Blijf origineel. Anticipeer op dingen die spelen in deze tijd en durf je mening te geven, zodat je ook een interactie krijgt met discussies. Nou, mijn tip voor social media als je start is een hele belangrijke en dat is consistentie. Wij gebruiken daar een maandelijkse marketingkalender voor en een jaarlijks budgetplan, zodat we weten wanneer we wat moeten posten en ook welke kosten dat eigenlijk met zich meebrengt. Zorg ervoor dat je regelmatig te zien bent. Niet één keer per week. Ik zeg ook niet dat je drie keer per dag moet doen. Maar zorg dat je een bepaalde tijd hebt waarbij je naar voren komt en dat er regelmaat in zit. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat je alleen maar gaat groeien en dat meer mensen je gaan zien. En wat ook een belangrijke tip is, is check regelmatig je statistieken. Zo weet je ook wat je post, of dat goed is. En op deze manier kun je content nog gerichter naar je consumenten overbrengen.